De kabal haat ons. Ze haat de cultuur. Je hebt geen rechts of links, je hebt rechts. En je hebt mensen die de politiek niet volgen en dan maar links stemmen. Dan maar links, dan maar links stemmen. De leraar van het verleden mag niet, dan deug je niet. Maar dat een demissionaire dictator opnieuw Hitler's noodmaatregelen invoert, zoals de avondklok, moet gewoon kunnen ofzo. Maar als je er iets van zegt, dan deug je niet. We zien toch welke kant het op gaat. Wacht maar af, binnenkort zitten we weer thuis. Beesten die patenten zet op virussen. Slimme vleermuis, kom uit het land van YouTube censuur en big tech. Zij vinden dat hun community guidelines leidend zijn over de grondwet. Stok in je neus, leier om je medisch dossier op straat. Vliegtuig in en dat noem je vakantie, ik kan dat niet. De media verspreidt. En die woorden voelen kennelijk als een bedreiging. Want het antwoord van de overheid en de media lag in niet het ontkrachten van zijn argumenten. Nee, het antwoord was een ongekende hetze waarin de massa tegen Willem opgehitst werd met karaktermoord, beschuldigingen van zelfverrijking, criminalisering, een secteleider en een waanzinnige dansleraar. Maar ook dat stopte Willem niet. Hij ging door. Iedere Nederlander kent hem inmiddels. Iedereen heeft een stevige mening over hem. Maar als we vragen wat zegt hij nou eigenlijk, dan zijn er tenminste die daar een antwoord op kunnen geven. Het blijft stil als je vraagt welke onjuiste argumenten hij deed. Protest is niet bedoeld om harmonieus en comfortabel te zijn. Protest mag overlast veroorzaken. Het mag irritatie opwekken. En het mag confronterend zijn. Daarom is het protest. Als de zwarten in de Verenigde Staten niet massaal burgerlijk ongehoorzaam waren en de geldende rassenwetgeving overtraden, dan zaten ze nu nog achter in de bus en mochten ze nu nog de restaurants niet binnen. Aan elke maatschappelijke verandering en vooruitgang ging protest vooraf. Yes! En nu worden die leiders van die protesten als helden gezien. Maar we vergeten dat zij destijds als criminelen behandeld werden. En daarom is het voor iedereen van belang om te vechten voor het recht op de vrijheid van meningsuiting. Of je de mening van Willem Engel afkeurt, of dat je de acties van Max en Eline onsmakelijk vindt of niet. Het maakt niet uit. Want over één ding moeten we het als samenleving eens zijn. En dat is dat we het met elkaar oneens mogen zijn. En dat we ongemakkelijke meningen mogen uiten.